Marjolein van der Waal is uit de fractie van de PVV gestapt en gaat als zelfstandig raadslid verder. Ze zegt zich niet langer te kunnen vinden in de werkwijze van de fractie. Vorige week gingen Arnoud van Doorn en de PVV al uit elkaar. Ook hij vertelde moeite te hebben met de harde omgangsvormen binnen de partij. Van Doorn wil nu samen met van der Waal een fractie vormen. De Marokkaanse imam Al-Magrawi komt waarschijnlijk niet naar Nederland. Hij zou vrijdag spreken in de Assouna-moskee. Volgens minister Rosenthal heeft de imam nog geen visum aangevraagd en is het praktisch niet meer mogelijk om nog op tijd een visum te verstrekken. De omstreden imam zou het uithuwelijken van minderjarige meisjes goedkeuren. ADO Den Haag moet het 3 wedstrijden doen zonder Ramon Leeuwin. De verdediger kreeg zondag tegen Ajax al na 10 minuten de rode kaart voor een overtreding op Ajax-ziet Christian Eriksen. Maandag ontving Leeuwin een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal dat hij heeft geaccepteerd. Hij is ook 1 wedstrijd voorwaardelijk geschorst.